Bent u op zoek naar de Babbelbox? In Microsoft Teams heb je geweldige chatfunctionaliteit. Dit is vooral bedoeld voor 1-op-1 communicatie. De communicatie die in een chat plaatsvindt is privé en alleen zichtbaar voor de deelnemers van de chat. Je vindt de chatgesprekken via de menuknop Chat links in het menu. Wanneer je erop hebt geklikt, vind je een lijst van je meest recente chatgesprekken. Klik op de naam van een collega en het chatgesprek opent rechts in het scherm. Vanaf hier heb je een paar handige opties. Bovenin het scherm vind je, net zoals bij Teams kanalen, tabbladen. Het belangrijkste tabblad is natuurlijk chat. Hier vindt het gesprek plaats. Het tabblad bestanden is ook belangrijk. Hier vind je namelijk alle bestanden die je met deze collega gedeeld hebt. Via het LinkedIn-tabblad, ook wel door sommigen LinkedIn genoemd, kan je een deel van het LinkedIn-profiel zien van de persoon met wie je aan het chatten bent. Je kunt hier een stukje over deze persoon lezen, recente activiteit zien en waar deze persoon op dit moment aan werkt. Ook kan je zelf een tabblad toevoegen via het plusje. Hier kan je bijvoorbeeld kiezen voor een Excel-bestand of een Word-bestand. Dit bestand blijft dan als tabblad altijd zichtbaar en snel bereikbaar vanuit het chatgesprek. Chat is natuurlijk voornamelijk gebaseerd op getypte tekst. Maar vanuit het chatgesprek kan je ook direct een videogesprek starten of je collega bellen. Daarnaast kan je personen ook toevoegen aan het gesprek. Klik daarvoor op de knop Personen toevoegen. Typ de naam van je collega in en klik op de naam wanneer deze verschijnt. Voor nu klikken we even op Annuleren. Een bericht typen doe je in het veld onderin het scherm. Als het een simpel bericht is met alleen tekst, dan kan je gewoon beginnen met typen en wanneer je klaar bent met je bericht druk je op Enter. Maar als je drukt op de Opmaken knop wordt het veld groter en heb je meer mogelijkheden om het bericht op te maken. Je kunt tekst dik gedrukt maken, alinea's aangeven en meer functies die je waarschijnlijk kent van Word. Om aan te geven dat een bericht extra belangrijk is, kan je een urgentie aan het bericht meegeven. Op die manier zal het bericht extra opvallen bij de ontvanger. Je kunt ook een bijlage toevoegen en je chatbericht iets vrolijker maken door middel van emojis. Deze kan je direct in je chatbericht toevoegen. En ze bewegen! Het is ook handig om direct vanuit het chatgesprek een vergadering te kunnen plannen met je collega's. Dan heb je nog een paar mogelijkheden om te reageren in het chatvenster zelf. Zo kun je reageren op je collega's door middel van een emoji. Die vind je door met je muis over het bericht heen te gaan. Je hebt ook de mogelijkheid om je eigen chatberichten te bewerken of zelfs te verwijderen. Ook handig is de mogelijkheid om berichten op te slaan. Die kan je later terugvinden door op je profielfoto te klikken en dan op opgeslagen te klikken. Soms wil je met de persoon chatten binnen Teams die niet in jouw organisatie zit. Om dit te kunnen doen, klik je linksbovenaan het chatscherm op de nieuwe chat optie. Typ nu het e-mailadres in van de externe persoon en klik in de drop-down op extern zoeken. Klik dan op de naam van de persoon met wie je een chatgesprek wilt beginnen. Begin met het typen van je chatbericht onderaan het scherm en verstuur hem om het chatgesprek te beginnen. Dus zoals je ziet zijn er heel veel opties mogelijk binnen het chatvenster. Allemaal bedoeld om de 1-op-1 communicatie met je collega's en externe nog makkelijker te maken. Succes!